Hoe zijn de dinosaurussen nu echt uitgestorven? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Oké, iedereen weet dat de dinosaurussen uitgestorven zijn. Dat is waarom we hebben hier zoogdieren. Oké? Wel, de dinosaurussen zijn uitgestorven nog ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Voor geologen dat is de grens, dat is in de geologische tijdschaal, dat is de grens tussen krijt en tertiair. Tertiair is ook Cenozoïcum. Als we spreken van de Cenozoïcum, dat is de tijd van de zoogdier. Dat is tot vandaag. Vroeger was de Mesozoïcum. En de Mesozoïcum, dat is vol met dinosaurussen. En de dinosaurussen zijn inderdaad dominant op aarde, op het continent, voor meer dan 150 miljoen jaar. Dat is echt bijna de hele Mesozoïcum. In het begin van de Mesozoïcum hadden we samen een derde, een soort triumvira van zoogdier, dinosaurussen en reptielen. Dan plots worden de dinosaurussen dominant. De reptielen beginnen te zwemmen, dat zijn de beroemde Mosasaurus in het oceaan, of vliegen, de Pterodactylus. De zoogdieren, zoals men zegt in Brussel, ze spelen kiekebischen op het continent tussen de voeten van de dinosaurussen. Ze zijn echt niet belangrijk. Ze zijn aanwezig, maar zeker niet de dominante organismen. Dat zijn de dinosaurussen. Dan de dinosaurussen zijn uitgestorven, dat was een grote chance voor de zoogdier. En die zijn er nu uitgestorven 66 miljoen jaar geleden. En we denken vandaag dat de beste hypothese om dat te begrijpen, de beste uitleg, is dat het einde van de dinosaur kwam door de inslag van een meteoriet, een heel grote meteoriet, ongeveer 10, 12 kilometer in doorsnede, zo groot bijna als de stad Brussel. De inslag van deze meteoriet is ook waarschijnlijk de beste reden waarom wij zijn hier vandaag als zoogdier en de dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar niet alleen zijn de dinosaurussen uitgestorven. Ook ongeveer, ik zal zeggen, 70% ongeveer van de fauna en flora op aarde is verdwenen. Wat er gebeurd is, deze inslag van een meteoriet, dat zorgt voor enorm veel energie. We kunnen schatten dat de energie die vrijkomt tijdens de botsing van een meteoriet met zo'n grote schaal tegen de aarde is ongeveer 5 miljard Hiroshima-bommen op hetzelfde moment. Dus dat is één heel harde explosie. De dinosaurussen zijn uitgestorven en het resultaat van deze inslag is ook een heel grote krater die nu ligt onder Yucatan. Ongeveer 200 kilometer in doorsnede. De slachtoffers van deze inslag zijn niet enkel de dinosaurussen. Op het continent we verliezen alle organismen die wegen meer dan 25 kilogram. In het oceaan het is ook heel slecht. Want in het oceaan, de microplankton met een kalkskelet, we verliezen dan ongeveer 90% van de species. Dus dat is echt een catastrofe voor de microplankton die echt de basis van de voedselketen in het oceaan vormt. Dus dinosaurussen op het continent, microplankton in het oceaan. En de grote vraag was voor veel jaren, voor veel geologen, wat is er gebeurd tussen de Mesozoïcum, de tijd van de dino, en de Cenozoïcum, de tijd van de zoogdier. Want als we op het terrein gaan en we kijken naar deze grens tussen deze twee perioden, we vinden maar een heel fijn, dunne kleilaag, 2 centimeter dik. En als we onder zijn, dan hebben we kalkplankton in het oceaan, veel dino's op het continent. Als we boven komen, die zijn verdwenen. De zoogdieren zijn de dominant. En we hebben nieuwe species van micro-organismen. Dus dat is echt een grote verandering op een heel korte tijdschaal. Dus dat was een probleem voor veel geologen voor jaren. Overal de wereld, als we kijken naar deze krijt-tertiair grens of krijt-paleogeen grens, dat hangt een beetje van verschillende mensen gebruiken verschillende terminologie. Als we kijken naar deze grenzen, we vinden altijd dezelfde 2 centimeter dunne kleilaag. Dus in het begin van de jaren 80 waren mensen bezig met oké, wat is er daar gebeurd? En dus we zijn begonnen met analyse, chemische analyse van de 2 centimeter dunne fijn kleilaag. En dat was een grote verrassing. Want plots in de kleilaag we vinden enorm veel iridium. Iridium is een zeer zeldzaam metaal op aarde. Oké, iridium maakt deel uit van de platinagroep element. En iridium, als we berekenen hoeveel iridium er is echt in de korst van de aarde, komen we tot ongeveer 10 atoom iridium voor 1000 miljard van al die andere atomen. Dus dat is heel weinig. We kunnen daarover niet praten. Oké? Er is bijna niks. Maar in de kleilaag hadden we een grote stijging en we hadden ongeveer 1000 maal meer iridium dan in de korst van de aarde. Waarom is iridium in de hele platinagroep element,
Want iridium maakt deel uit van de platinagroep. En iedereen weet dat platina dat is heel duur is. Dat is de reden waarom is dat zo duur. Dat is, er is weinig in de kort. De reden waarom dat is, is dat alles dat we hebben in platinagroepelement, iridium enzovoort, is geconcentreerd in de kern van de aarde. In een meteoriet is dat anders. De meteorieten komen meestal van de asteroïdgordel tussen Mars en Jupiter. En daar is er geen geologie gebeurd. Dus de meteorieten zijn gebleven zoals in het begin van het zonnestelsel. Dus ze hebben geen kern, geen mantel, geen korst. Dus de distributie van iridium is veel meer homogeen over de hele meteoriet. Dus een heel goede manier om de aardekorst te contamineren met iridium is door de inslag van een meteoriet. En dat was de eerste bewijs dat inderdaad aan deze krijt-tertiairgrens er was een aanreiking aan iridium. En dat is best uitleg, is duidelijk, dat is door de inslag van een grote meteoriet. Als we nu kijken naar de distributie over de hele wereld, dat is een paleogeografische kaart van de wereld. Door de platentektoniek is dat een klein beetje anders dan vandaag. Als we kijken naar al de rode punten, dat zijn plaatsen waar we zijn gaan meten de hoeveelheid iridium in deze fijn krijt-tertiairgrens. Het is overal de wereld. Okay? Dat was een situatie in de jaren 80. En een aantal mensen waren niet echt overtuigd dat dat een heel goede theorie was. Maar misschien een andere manier van de iridium te contamineren enzovoort. Maar bon, een tweede duidelijk bewijs dat we hebben een inslag in deze krijt-tertiairgrens, in deze fijn kleilaag, was ook de aanwezigheid samen met iridium van geschokte kwarts. Kwarts kent iedereen. Dat is zand, dat is wat we hebben op strand in Blankenberg. Okay, er is enorm veel zand, dat is kwarts. Maar hier we spreken van zeer bijzonder, zeer zeldzame kwarts. Dat zijn kwarts die zijn onder een heel hoge druk geweest. Een druk van meer dan 5 gigapascal. Dat is een miljoen maal de atmosferische druk. Dus deze kwarts kunnen we niet vormen in een ander geologisch proces. Niet in bergen, niet in de Alpen, niet in de Himalaya. En de kwarts zijn karakteriseerd door zeer fijn, dunne lagen. Dat is een vervorming van hun kristallografische structuur. Dus deze kwarts kennen we vandaag in inslagkrater op aarde, maar ook door de nucleaire testing van de Amerikanen en de Sovjet-Unie in de jaren 50. Ze vonden dat heel leuk om een aantal bommen te laten exploderen in de woestijn waar er kwarts was en al de kwarts waren geschokt door deze hoge druk. Okay, dus dat was een tweede bewijs en dan was iedereen oké, dat is misschien een veel betere theorie. Maar één probleem blijft. Eén probleem was waar is de krater? Als we nu kijken naar dezelfde kaart met de distributie van de kwarts die onder ogen druk kwamen, we vinden dat veel van de kwartsen liggen in Noord-Amerika of in de Stille Oceaan. En dat was voor ons, einde van de jaren 80, toen ik begonnen ben met mijn PhD in Californië, dat was een duidelijk beeld, zal ik zeggen, dat we moeten gaan zoeken voor de krater in Mexico of in Zuid-Amerika. En jullie weten in alle goede detectiveverhaal, als we geen moordwapen hebben, kunnen we nooit de dader vinden. Okay? Dus we moeten de krater vinden om echt te kunnen iedereen overtuigen dat deze theorie van een inslag voor de extinctie van de dinosaur heel goed is. Dus we zijn gaan zoeken naar de krijt-tertiairgrens in Mexico. En daar, in plaats van een fijn dunne kleilaag, vinden we ook een grote dikke pakket van zand. Okay? Die is ongeveer 4 meter dik. Dus dat was een enorme verrassing. Okay? We beginnen een beetje te studeren de afzettingconditie van deze zand. Want zand, die we daar vinden in Mexico, werd afgezet in een diepte van ongeveer 500 meter. Of misschien veel meer. Dus dat is heel moeilijk in een heel rustige omgeving, zoals de Diepe Oceaan, om kwarts zand te vinden. Normaal vinden we dat op strand of dicht bij de kust, niet in de Diepe Oceaan. De enige manier om dat te doen, dat is een enorm tsunami-golf. En een enorm tsunami-golf, dat wil zeggen dat we dicht bij de krater zijn. Inderdaad, als we een krater vormen door een inslag op de korsten van de aarde, we zullen een enorme holte creëren tot een diepte van misschien 2 keer de diameter van het projectiel. Dus voor een meteoriet 10 kilometer, dat wil zeggen dat we gaan tot een diepte van 20 kilometer. Dat is zeer diep, zeker. En ik heb gezegd, enorm veel energie vrijkomt. Dus ook, behalve de geschokte golven, ook seismische activiteit. En we spreken hier van aardbevingen met een 12 of misschien 13 op de Richterschaal.
Jullie weten, de grootste op aarde vandaag is ongeveer 9. Dat is een logaritmische schaal, dus dat is een enorm hoeveelheid energie die vrijkomt. Dus onze idee was, oké, de krater moet dichtbij zijn, want we hebben hier de grote tsunami die werden geproduceerd door de vorming van de krater. En inderdaad, een beetje later hebben we de krater kunnen vinden, niet aan topoppervlakte, want de krater is nu bedekt door ongeveer een pakket van 1 kilometer van sediment afgezet tijdens de Cenozoïcum. Dus we hebben de krater gevonden onder Yucatan. Onder de Yucatan Peninsula in Mexico, we vinden deze krater terug. Er zijn maar 2 manieren om deze krater te bestuderen. Eerst geofysische beelden. Hier we hebben een 3D-model van, ik zal zeggen, de anomalie van de graviteit. Die zien dat zijn de rode lijnen, we kunnen een rand van de krater zien en dan in het centrum een central peak. Deze central peak ring wordt gevormd door de gesteenten die onder druk kwamen. Ik heb gezegd dat we zullen nog 20 kilometer naar beneden gaan. Oké, met enorm veel druk. Dus de propagatie van de golven naar beneden duwen op de gesteenten. En de gesteenten diep, 10, 20 kilometer diep, zijn echt onder druk. En op het moment dat de druk weggaat, stijgen of beter springen de gesteenten terug naar boven. Er is een soort fluidisatie van de gesteenten, zoals als we een steen gooien in het water. Dus dat stijgt terug naar boven. Best misschien om de krater te illustreren is naar de maan te gaan. De maan is een doodplaneet zonder sedimentatie, zonder niks. Dus daar kunnen we heel goed zien, dat is de Schrödinger-krater op de maan, met een klein beetje groter dan de krater in Yucatan. De naam van de krater in Yucatan is Chicxulub, moet ik ook zeggen. Dus de Schrödinger-krater hier is groter. Maar als jullie kijken van de rand van de krater en als we naar beneden gaan, gaan we langs een heel sterke helling ongeveer 5 kilometer naar beneden. En dan stijgen we terug rond deze central peak ring, dus door de gesteenten die terug naar boven springen, voor ongeveer 4,5 kilometer. Okay? Dus dat is echt een enorme structuur. En dat is precies de Chicxulub-krater in Yucatan 66 miljoen jaar geleden was toen zoals de Schrödinger-krater op de maan vandaag. In 2016, met een grote consortium van onderzoekers, zijn we de krater gaan boren. We zijn precies gaan boren in deze central peak ring van de krater. De boring was duur, maar er was ook een fantastisch resultaat. Ik zal maar 1 ding vandaag uitleggen. Er is veel meer te zeggen. Dus we zijn gaan boren in de central peak ring van de krater. En als we kijken naar de gesteenten die naar boven kwamen, als we kijken naar de boorkernen, dat is wat we vinden. Wat jullie moeten ook weten, is dat op het moment van de inslag de korst van Yucatan was samengesteld door sediment, ongeveer 3 kilometer. In de sedimenten was carbonaten en gips. En dieper hadden we een grote sokkel met graniet. Als we kijken naar de gesteenten die naar boven kwamen, we vinden veel brokstukken, veel fragmenten van de graniet. En dat is normaal. En we vinden ook veel fragmenten van de carbonaat. Maar de gips is volledig weg. Dat wil zeggen dat de hele pakket van gypsum die wij hadden in Yucatan is verdampt. Gips, onder ogen druk, laat vrijkomen zwavel, zwavelcomponent, SO2 of SO3. En deze zwavel is volledig geïnjecteerd in de atmosfeer. Dus over een heel korte termijn van een paar uren is er een enorme stijging van de zwavelcomponent in de atmosfeer. En we schatten dat ongeveer 320 gigaton zwavel vrijkwam door de verdamping van de dikke lagen gips in Yucatan. Dus dat komt in de atmosfeer samen met CO2 door de verdamping van de carbonaat en van enorm veel puin en stof door de verdamping van de graniet. Dus alles gaat over heel korte termijn in de atmosfeer en het resultaat is heel duidelijk. De atmosfeer wordt donker. En dat is ook een heel goede manier om te reduceren de hoeveelheid warmte en licht van de zon. Dus we zetten de aarde in een koelkast voor een tijd. Die is donker en koud. Als we een klimaatmodel gebruiken van het krijt, en het krijt is een hele warme periode, zonder ijs. Dus het krijt, we injecteren maar 1/3 van de 320 gigaton zwavel. We injecteren in de krijt in de klimaatmodel 100 gigaton en dan hebben we een vermindering gemiddeld voor de hele aarde van 25 graden.
Dus dat is echt voor de dinosaurus heel, heel koud. En dat is op een heel korte termijn. Bovendien denkt ook dat zwavel, iedereen die een beetje chemie heeft gedaan, SO2 en SO3 zal in de atmosfeer gemakkelijk combineren met water. Dus zuurregen is geproduceerd. Zuurregen rijk aan H2SO4. En dat zal misschien in het oceaan vallen. En de kalkskelet van de microplankton is zeer gevoelig aan pH-veranderingen. Dus een klein beetje lager pH is genoeg om een heel goede manier om de microplankton te laten uitsterven. Nu, als we kijken naar wat er gebeurd is precies op het continent, dat is de voedselketen voor de inslag. Iedereen is tevreden, de dinosaurussen hebben veel te eten en de zoogdieren die proberen te vermijden dat ze op een dag een snack zijn voor de dinosaurus. Oké, dan koud, geen licht, geen fotosynthese niet meer. Dus de dinosaurussen, eerst de herbivoren en dan de carnivoren, hebben een heel groot probleem. Er is niks niet meer te eten. Onze voorouders, de zoogdieren, vinden enorm veel te eten. Ze kunnen feesten op een dode T-rex. Dus ze zijn heel tevreden. En na een tijd, de aerosol, de zwavel en de fijnstof en puin blijven niet zo lang in de atmosfeer. Misschien na 100 of misschien 1000 jaar begint dat alles te bezinken. En we komen terug naar een mooi klimaat, zoals in het krijt. Het is warmer, er is licht. Maar de dinosaurussen zijn weg en de zoogdieren zijn nu de dominant. Ze hebben een hele planeet die vrij is om te doen wat ze wensen. Dat is fantastisch. Okay? Ik denk dat deze verhaal moet ook ons iets leren. Okay? Een beetje bescheidenheid. De dinosaurussen, heb ik gezegd, zijn de dominant organisme voor meer dan 150 miljoen jaar. En ik denk dat af en toe in de evolutie, we hebben survival of the fittest, maar we hebben ook survival of the luckiest. En volgens mij, dat is wat gebeurd is 66 miljoen jaar geleden. En dat is voor ons een enorme chance.